Wat is die beste drie messe wat ek al ooit gemaak het? Wel, kom ek vertel hulle in review, maar voor dit, goeiemorgen, goeiemiddag en goeienaand. Welkom bij mijn YouTube channel. Sal julle asseblief met een subscribe gooi, like slaan asseblief en bykie kom in onder wat is julle gunsteling mes wat ek al gemaakt het. En nie net in die video nie, in general wat se mes het ek al die beste gemaakt. So, na enige delays, kom ons gaan aan met review. Oké, so hierso is die derde beste mes wat ek al ooit in my hele lewe gemaakt het. Hy is my derde beste mes. Omdat dit is my grootste mes wat ek al gemaakt het, en ook uit baie detail op, soos die kolletjies op die bolster, en die contrast tussen die handle, en ook die handle self. So dit is my derde beste mes, en kom ons gaan aan na die tweede beste een toe. Oké, okay, so die tweede beste mes is eintlik die heel kleinste fixed blade mes wat ek al gemaakt het, en hy is ook die mes wat die beste uitgekom het sover. As die mens nou praat in termen van hoe blink hy is, en oor hoe precies ek om afgewerk het. So dit is hoekom het my derde, my tweede beste mes is, omdat hy net so mooi uitgekom het, en ook ek hou baie daarvan oor hoe hy in die hand voel. Hy voel net so gemakkelijk in die hand, en hy voel net asof hy een beest wil opsny. Okay, so my heel gunsteling mes, dit is een linerback knip mes. Hy werk nie so goed sy action nie, hy is eintlik veronderstel een bietjie meer springend, he, wat ek nou daar opgeneek het, maar ek is eindelijk bezig om nog een te organise om te maak. Maar hy het een kameelperd hef op hom. Die vorige mes het ook een kameelperd hef op gehad. Hierdie het ook een kameelperd hef met blauw liners tussen die staal en die hef. En dit lyk eindelijk vir my nogal baie mooi, die lichte handle met die donkerblauw en dan die staal weer aan die ander kant. Die mes is eintlik verskrikkelijk skerp. Dit is een van my skerpste messe, maar sy afronding is dan nie so mooi nie, maar ek is nog steeds baie tevrede met die jou laaste mes en my beste mes wat ek al ooit gemaakt het. Ek reid, ek is nou bezig om my YouTube video te edit wat gaan oor die drie beste mes wat ek al gemaakt het. Toe kom ek nou achter, ek het nooit een outro gevoel van nie. So, ek hoop dat die video super baie geniet, en smash asjeblief die like button en die subscribe button, en comment asjeblief wat is julle gunsteling mes wat ek al gemaakt het.